Dan heeft meneer Stoffer heeft nog een vraag voor u. Ja, ja voorzitter. Even teruggaan op die koren. Kijk, dat er voor de coronaperiode mensen dicht op elkaar stonden en dat mensen elkaar konden besmetten, daar zijn we denk ik helemaal over eens. Maar ik heb hier cijfers, ja, ik heb ze maar gewoon bron RIVM, dus volgens mij, ik hoef daar geen discussie over te hebben, maar het is echt zeer minimaal. Dus ik weet niet welke cijfers de minister dan heeft, maar ik zou ze graag zien, daar zijn. Het tweede, als iets kan voor een professioneel koor, ja, dan kan het voor een semi-professioneel koor of een amateurkoor toch op dezelfde manier, zou ik zeggen. Ik bedoel, dat lijkt me toch niet anders dan dat. En het derde, welk perspectief, als we zeg maar in de lijn blijven zitten van de minister, welk perspectief is er dan voor koren? Helemaal niet meer. Ik bedoel, je mag sporten, dat is een uitlaatklep. Ja. Maar voor heel veel mensen, die interesseert het helemaal niks om te sporten, die zingen als uitlaatklep. En dat kun je natuurlijk in je eentje doen, maar op dat koor, daar zit gewoon van mensen echt een stukje levenslust in. Ja. Dus 1, cijfers en 2, perspectieven, alstublieft. De minister. Ja, kijk, u drukt het cijfer uit als percentage van het totaal aantal besmettingen. En dan vergt dat natuurlijk een nadere doorrekening ook van het totaal aantal core events op überhaupt het aantal mogelijke contactmomenten dat mensen hebben. Dus ik denk dat we dan in allerlei sommen terechtkomen waar het niet heel veel duidelijker van wordt. En het lijkt, en daarom maak ik wel bezwaar tegen de manier waarop de heer Stoffer dit ook beschreef in zijn eerste termijn. Het lijkt alsof de heer Stoffer wenst te relativeren de noodzaak om een heel helder advies te geven aan mensen die graag in koren zingen. Er is natuurlijk, de korenzang is prachtig, maar daar houdt het virus allemaal geen rekening mee. Het virus is niet muzikaal, heeft ook allerlei, houdt zich niet aan grenzen, houdt zich niet aan de grondwet. Het virus houdt zich helemaal nergens aan. Het virus is gewoon bezig over te springen en doet dat vrij gemakkelijk in een situatie waarin veel mensen in een grote ruimte staan te zingen. Er zijn veel verhalen over grote koren waar echt levensgrote besmettingen hebben plaatsgevonden. Het voorbeeld wat mevrouw Agema aanduidt, gaat over meer dan 100 leden van dat Amsterdamse gemengd koor wat besmet is geraakt. In Limburg zijn 2 koren, Gronsveld en IJsden, hard getroffen door het virus. Christelijk mannenkoor, de Lofzang uit Heerde, et cetera. Ik heb hier een hele waslijst aan voorbeelden. Niet. Nee. Ja, maar toch. Ja, ik heb een hele waslijst aan voorbeelden van koren. Dus dat is niet iets om te relativeren. Dat is iets om heel erg ernstig te nemen en daarvan te zeggen, ja, dit is dus wat dat nare virus dus ook al doet. Ons de mogelijkheid ontnemen om inderdaad in een grote groep te zingen. Dat zij zo. U kunt vragen, maar wat zou het perspectief zijn? Nou, het perspectief is dat we van het nare virus afraken. En de snelste manier om van dat virus af te raken is te zorgen dat we ons aan de maatregelen houden. Te zorgen dat we heel snel dat vaccin krijgen. Te zorgen dat we heel veel intensiever gaan testen. En daar werken we allemaal heel hard aan. Ja, en op enig moment hoop je dat je inderdaad van de meest beperkende maatregelen weer afscheid zou kunnen nemen. Maar op dit moment is het gewoon te gevaarlijk. Ik kan het ook niet helpen. Onder het virus. Ja, voorzitter, de minister had allemaal voorbeelden aan. De mevrouw Agema zojuist ook. Maar dat zijn toch allemaal voorbeelden in de periode dat de koren gewoon voor het coronatijdperk dicht op elkaar stonden. Of heeft de minister voorbeelden van dat die koren op 1,5 meter per zanger of zangeres op 1,5 meter of nog meer van elkaar afstonden? Daar ken ik geen voorbeelden van. En ja, ik heb hier een hele stapel met getallen uit de hele tijdsperiode vanaf de zomer tot nu. En ik zie er niet veel in. Dus ik denk, ja, zo kun je de samenleving gewoon compleet platleggen. Dat is voor mij, als dat echt noodzakelijk is, is het wat anders. Ik relativeer niets, maar ik kan toch niet anders dan naar getallen kijken? Punt is duidelijk. De minister? Nou ja, de besmetting in de gemeente Heerde, 9 koorleden. Voorzitter, nog een keer, dat was toch voor de coronatijdperk? Nee, dat was helemaal niet. Dus juist meneer Stoffer, ik noem u toch als een rustige, nette man. Ik ben ik ook. Of u het woord heeft. Wat zegt u? Daar ben ik ook, voorzitter. Ik wou zeggen, nou. Dan de nog een keer toch voor de heer Stoffer. In de gemeente Heerde, 18 september. Dat is niet van voor corona. Dat is gewoon midden in de oploop van de tweede golf. Een half zangkoor uit Leiden, dat was 1 oktober. Ondanks open ramen en afstand houden. Kortom, laten we nou niet onderschatten. En laten we nou niet ter discussie stellen. De mate van besmettelijkheid van het virus bij zingen. Dat is zowel in de OMT-adviezen als ook internationaal. Is daar gewoon het gevaar van bekend. En ik vind dat ook naar, kan het ook niet helpen. Het komt door het virus. Het komt niet door ons, het komt door het virus. Het komt ook niet door het OMT, het komt door het virus. Dus ja. Beter van niet. Dat is gewoon het advies. Dank u wel. Dan mevrouw Van Es.